Hoi allemaal, mijn naam is Amber en ik ga jullie wat vertellen over mijn stage slash werk bij Van Horn Entertainment. In mijn allereerste jaar heb ik stage gelopen op de Juliaantoren in Apeldoorn. En dit was eigenlijk fantastisch. Ik weet nog heel erg goed dat ik heel gespannen was voor mijn allereerste dag. En voordat wij ook echt aan de slag mochten op de parken, was het de bedoeling dat wij trainingsdagen gingen volgen. Hierin worden we eigenlijk binnen korte tijd klaargestoomd om... En de basis wordt aangeleerd om te gaan kunnen beginnen. Denk hierbij aan showtjes en dansen. Maar ik word ook geholpen met meet and greet. Hoe ga je dat begeleiden? Wat voor situaties kan je tegenkomen? Een meet and greet houdt eigenlijk dus in dat je met de karakters het park opgaat. En dat er ook een soort fotomoment is. Daarnaast werden we ook ondersteund door collega's die eigenlijk al een aantal seizoenen hadden gedraaid. Zodat zij ons feedback konden geven op de juiste manier. Want hun wist natuurlijk als geen ander hoe het werk op bijvoorbeeld de Juliaantoren eruit zou komen te zien. Het moment dat je voor het eerst naar buiten gaat en dan die kinderen op je af ziet komen rennen, ja, dat is eigenlijk een gevoel die eigenlijk bijna niet te omschrijven valt. De lach op het gezicht van die kinderen, ja, dat is fantastisch om te zien. In mijn tweede jaar heb ik stage lopen op de Avonturenboerderij in Groot-Ammers. De Avonturenboerderij is een park van Van Horn zelf. Hier kunnen de kinderen door middel van een boekje hun boerderijdiploma halen. Er is een hele route uitgestippeld door het park heen, waardoor ze pony kunnen rijden, trekker kunnen rijden, op zoek kunnen gaan bij diertjes, kunnen eien bij de varkens, de koeien. Ze kunnen op bezoek bij verschillende showtjes, bij boerenkarsacteurs. Die vertellen het over de meel en over melk, over hoe kaas gemaakt wordt. Ook wij als entertainment lopen daar rond. Ik werk dan samen met Fien en Teun en voeren wij ook een theatershow op. Dit is ook vaak heel erg educatief. Zo hebben wij Teun, dat is een jongetje van 4, geleerd om een echte boer te worden. En ook hij kon dus eigenlijk zijn boerderijdiploma halen. En je ziet echt dat de kinderen hier wat van leren. En soms maken wij natuurlijk ook als begeleider een praatje met de kinderen of met de ouders. En dan stel je zelfs vragen en sommige kinderen hebben echt meegekregen waar ik het over vertel. Dat is zo leuk om te zien. Ja, het is heerlijk werk. En het is heel erg anders dan de Juliaantoren in mijn eerste leerjaar. Maar allebei zijn fantastische parken om te bezoeken met je eigen kinderen. Ik heb dus eigenlijk echt 2 fantastische topseizoenen gedraaid. Op de Juliaantoren heb ik heel erg veel gewerkt met onder andere de karakters Jules en Julia. En op de Avonturenboerderij was dit met Fien en Teun. De begeleiding tijdens mijn stage was eigenlijk fantastisch. Het was voor mij heel erg duidelijk bij wie ik terecht kon zijn voor mijn vragen. En als er wat is, wist ik ook naar wie ik toe moest stappen. Daarnaast zijn we buiten onze stagebegeleiders ook nog heel erg geholpen door inmiddels collega's die naar de parken toe kwamen om eigenlijk feedback te geven. Ik vond feedback altijd heel erg fijn om te horen, omdat ik hierdoor wist, hey, ik kan gaan groeien en ik kan verder gaan in iets wat ik leuk vind. Ja, nogmaals, ik heb zo'n leuke tijd gehad. Ik heb heel veel nieuwe mensen mogen leren kennen. En nadat ik de 2 seizoenen had gedraaid, wou ik eigenlijk totaal niet weggaan. Ik kijk of ik nog meer kon doen binnen het bedrijf. Dus zo ben ik ook externe meet and greets gaan begeleiden. En dan ga je bijvoorbeeld met SpongeBob, Ninja Turtles, Paw Patrol. Maar ook de karakters Fien en Teun of Jo en Julia hebben nog wel eens een meet and greet eigenlijk waar we heen gaan. Het is eigenlijk heel erg breed en eigenlijk altijd wel heel erg leuk om te zien. Want je gaat naar een locatie en die kinderen komen echt voor die karakters, komen ze naar die plek toe. Dus eigenlijk vind ik meet and greets heel erg leuk om te doen. Omdat ik op deze manier eigenlijk verder actief ben binnen het bedrijf buiten alleen de parken waar ik anders werk. Daarnaast ben ik via Van Horn Entertainment ook nog terechtgekomen bij Stichting Lach voor een Dag. Dit vind ik zelf echt een fantastische stichting en ik heb nu al een paar fantastische dagen mee mogen maken. Het houdt namelijk in dat er een dag georganiseerd wordt voor kinderen met een bepaalde ziekte. Maakt niet uit wat voor ziekte, maar dat ze gewoon voor een dag meegenomen worden en dat hun volledig in het zonnetje worden gezet. Ja, het gevoel kan je eigenlijk gewoon bijna niet omschrijven. Het is een heel erg dankbaar werk en het is eigenlijk heel erg leuk. Eigenlijk ben ik nog niet van plan om te stoppen en ik hoop dat ik nog heel erg vaak fantastische dagen mag draaien. Zowel voor de stichting als op de parken of als verschillende meet and greets. Ik hoop dat ik jullie hier wat meer kunnen vertellen over wat ik doe binnen het bedrijf. En het is zo groot en je kan overal naartoe groeien waar je ook maar wilt. En ja, lijkt dit je leuk? Dan
Word jij misschien wel binnenkort een collega? Of zie ik je snel misschien ergens op de parken? Dit was mijn verhaal en tot ziens!